Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag sta ik niet in mijn eigen huis, maar ben ik in het huis van mijn ouders. Die zijn een weekendje weg. En ik dacht, ik ga mijn moeder even helpen, want zij heeft het altijd heel erg druk. En het voorraadrek, dat moet nodig schoongemaakt worden, maar ook opnieuw georganiseerd worden. Want het is gewoon één zooi, alles wordt bij de planken erbij gezet. En dat is gewoon overvol. Er zullen ook wel dingen denk ik over de datum zijn. Want als jullie zien, is het best een groot rek. Dat komt natuurlijk wel omdat er best veel mensen wonen. Dus het lijkt een beetje een mini-supermarkt, maar ja, er gaat ook gewoon veel doorheen in een week. Dus ik ga aan deze onmogelijke taak beginnen, want het is echt veel werk, het zijn echt veel spullen. Ik begin met alle planken leegmaken en dan zet ik alles op de tafel hiernaast in de keuken. En dan ga ik alles goed schoonmaken, want er ligt nogal wat stof. Volgens mij was het de bedoeling dat het ooit dichtgemaakt werd, maar ja, dat is gewoon nog steeds niet gebeurd. Dus ik ga de intro niet te lang maken en snel aan de slag. Ik laat jullie even de before beelden zien. Dus je ziet, ja, staat alles een beetje door elkaar. Er zijn wel planken. Ik heb al een keer georganiseerd met bakken en rekjes, maar dat ja, werkt toch niet helemaal lekker. Hieronder staan ook van alles. Ja, dat hoeft er eigenlijk helemaal niet te staan. Dus ja, zoals ik zei, er staan gewoon veel spullen. Maar dat komt ook omdat er gewoon veel mensen wonen. Dus ja. Maar ik ga het even alles goed uitzoeken, want volgens mij kan een deel weg. Is het gewoon over datum. Dus ik ga alles van de planken afhalen. I wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about. And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world, the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would get something new, then I would have. Zoals jullie zien was het een hele hoop heen en weer gelopen. Ik heb gewoon alles weggepakt dat er stond, want alles moest echt goed afgestoft worden. Dat laat ik jullie dadelijk ook nog zien. Hier ben ik best lang mee bezig geweest. Ik heb het beeld daarom ook extra voor jullie versneld en een beetje geknipt en geplakt. Anders duurde deze video echt alleen al een uur aan het uitruimen. Dit is wat er is verzameld over een periode van ongeveer 2 jaar. En ja, ik vraag jullie ook even om niet te oordelen over mijn moeder of zo. Dat vind ik niet echt prettig. Kan gebeuren. Iedereen is gewoon, heeft zijn eigen dingen, is druk. Ik vraag het ook even aan het einde van de video, maar ik wil het nu ook nog even vragen. Maar ik ben er ook niet bang voor, want jullie zijn altijd heel erg lief in de reacties. Zoals jullie zien, kunnen de planken nog wel in schoonmaakbeurt gebruiken. En zitten precies waar de bakken hebben gestaan. Maar goed, dat ga ik dus ook even doen. Even stofzuigen ook en dan alles uitsorteren. Ik krijg hier dus heel veel voldoening van om dit voor een ander te kunnen betekenen. Zoals ik vaak heb gezegd, heeft moeder het dus heel erg druk. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om dit ook te doen. En dan kan ik weer andere motivatie aan jullie geven natuurlijk. Maar ik vind het dus heel erg fijn om dingen terug te doen voor anderen, in dit geval voor mijn moeder. En het hoeft echt niet altijd met geld of met cadeaus, maar ook met tijd investeren en helpen met bepaalde zaken, kun je gewoon iets betekenen voor een ander. En zeker in deze rare tijd, de afgelopen jaren en vooral nu, ja, ben gewoon een beetje lief voor elkaar. Kijk waar je elkaar kunt helpen. Ik ga overigens ook niet te veel in op de oorlog in Oekraïne op mijn kanaal. Dat doe ik eigenlijk bewust, zodat je ook even kunt afschakelen daarvan. Dat betekent overigens niet dat ik het niet erg vind wat daar gebeurt, want ik leef echt met de bevolking mee.
Maar ik vind het ook wel fijn om een plek te hebben waar het even geen oorlog is, geen stress is. Waar je gewoon even kunt ontspannen en dat is ook gewoon belangrijk. Want voor sommige mensen vreet dat toch echt aan de mentale gezondheid. En vandaar dat ik mijn kanaal echt wil gebruiken om jullie te motiveren. Zoals jullie zagen kwam nog mega veel van de planken af en heb ik het allemaal hier uitgestald. Het kan bijna niet anders dat er dingen over de datum zijn, want er staat zoveel. In principe vraag ik dat drogen, dat blijft nog wel lang houdbaar. Alleen, als je het nu niet hebt gegeten in 2 jaar, ga je het daarna ook niet meer eten. Het is heel zonde, maar ik ga het wel gewoon weggooien. Dus ik ga alles uitsorteren en dan verder. Wat is... People in Africa die. Ja. So sad. Maar goed, mijn moeder heeft het druk. En... geen idee, ze weet waarschijnlijk niet meer wat ze heeft en dan koopt ze het weer en dan hebben we het 3 keer. Dat is een beetje het probleem. Oké. Okay. Dus ja, ik ga het allemaal opruimen zodat ze weer met een verse start kan beginnen. Ik laat jullie tussendoor wat data zien. Sommige producten zijn echt nog niet heel lang over de datum. Zoals bijvoorbeeld die ananasschijven. Die heb ik zelfs gewoon nog opgegeten. Maar andere producten, als ze al over datum zijn, zeker blikjes, want die staan echt lang. Die hebben echt wel een lange houdbaarheid. Als ze dan niet gegeten zijn, ga je ze ook niet meer eten. En dan kun je ze maar beter wegdoen, anders zit het ruimte in te nemen in je huis. En je gaat het toch niet meer opeten. En vaak zijn het producten die mijn moeder krijgt met kerst en mijn vader in kerstpakketten. Dus dat is niet specifiek wat zij dan heeft gekocht. Maar dat is echt wel een tip aan jullie, hoe zonde het ook is. Heb je het niet gegeten en is het over datum en ga je het komende jaar ook niet meer eten? Doe het gewoon weg, want ruimte is ook zonde als die gewoon bezet blijft. Time is standing still when you lift your suitcase, turn around and say bye. Oh, I would be a fool not to ask you gently. Uiteindelijk heb ik 2 vuilniszakken vol met producten die over de datum zijn. Ik heb ook even een briefje gemaakt met een globale indeling. Gewoon even een envelopje wat ik nog had. Ook even snel geschreven, maar dan heb ik altijd een idee waar ik alles ongeveer ga zetten. Ik vind het heel handig werken, maar soms wijk ik er ook vanaf als ik merk dat het toch niet echt optimaal is. Dus ik heb even geen overzicht meer op deze tafel. Ik ga sowieso beginnen met de potjes, want die hebben gewoon een vast plankje die mijn vader gemaakt heeft. En mijn moeder vindt dat gewoon heel fijn werken. Ik ga ze wel even afstoffen. In ieder geval is alle potjes zijn nu bekeken en de datum die is nog houdbaar. Dat scheelt. Ik ga ze terugzetten, zodat dat in ieder geval al uit de weg is. You're 10 feet underground. When you're so deep, you're about to drown. When you're in the lost and found. Cause heartaches only last a day. Overigens, voordat ik er opmerkingen over krijg, ik had het beter kunnen scheiden wat ik net heb weggedaan. Maar het was voor mij ook een beetje overweldigend, al die producten. Dus achteraf heb ik het inderdaad, had ik het beter kunnen doen. Bijvoorbeeld de midnatjes uit de verpakking halen en de verpakking bij het oude papier stoppen. Maar ik zag het ook even niet meer. Ik moest het even gewoon op een manier doen, zodat ik er wat sneller doorheen kon gaan.
Dus ik ben ook bij lange na niet perfect voor het milieu overigens. Maar mocht je er opgevallen zijn, dat klopt. Dat ik dus niet alles helemaal gesorteerd heb zoals ik dat normaal doe. Maar het was echt een mega project en ik kon het gewoon even niet opbrengen. En zoals ik al zei, wonen hier veel mensen. Ik kom namelijk uit een vrij groot gezin. Ik heb een zusje en 4 broertjes. En we eten eigenlijk elke zondag nog samen met z'n allen. En dan eten we vaak frietjes en dan eten we natuurlijk sausen erbij. Dus vandaar dat ik het over 2 draaiplateaus verdeel, zodat we die makkelijk op de tafel kunnen zetten en het dan ja, kunnen pakken. Natuurlijk heb ik alle bakken ook afgewassen, maar ik heb ze niet allemaal gefilmd. Ik heb deze even voor jullie gefilmd, zodat je het idee hebt. Maar ik heb het gewoon met alle bakken gedaan. Maar nogmaals, omdat het zo'n mega klus was en ik steeds de camera moest verplaatsen, heb ik dat even buiten beeld gedaan, de andere bakken. En in deze bak zet ik alle bekken broodbeleg. En dat is vooral zoetbeleg, dus pindakaas, jam, hagelslag, dat soort dingen. Ik vind het op dit soort planken wel fijn als alles een beetje in groepjes staat. Je kunt het ook gewoon los op de plank zetten. Maar ja, ik merk dan dat het vaak sneller door elkaar gaat. Dus ik vind die bakken gewoon heel fijn werken. En je kunt heel makkelijk alles vinden. Dit soort maaltijdpakketten, dat leg ik dan wel weer los op een plank. Zeker omdat het een wat hogere plank is, dan is dat gewoon makkelijker zichtbaar. En zoals jullie ook in deze video kunnen zien, verplaats ik nog wel wat dingen. Ik zet het gewoon neer. Dat is ja, hoe het voor mij het fijnste werkt. Ik zet het neer, kijk of het werkt en achteraf kan ik het nog altijd aanpassen of verschuiven. Trouwens, bijna alle bakken komen van IKEA, behalve de draaiplateaus die zijn van Amazon. Amazon, moet ik zeggen. Amazon. Maar goed, dus mochten jullie daar op zoek zijn, ik zal kijken of ik ze even kan linken in de beschrijving. Mijn moeder was overigens heel erg blij met het eindresultaat. En ik vind het wel leuk om te lezen, wanneer hebben jullie iets voor een ander gedaan? Maakt niet uit op welke manier, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te lezen wat jullie dan gedaan hebben en wanneer het de laatste keer was. Dus mocht je het leuk vinden om te delen, laat dan weten in de reactie. Ik deed als kind vaker al eigenlijk dingen van mijn moeder organiseren. Ik vond het toen al gewoon heel erg leuk. En dat is eigenlijk ook gewoon nooit meer weggegaan. Ik probeer het voor het oog zo mooi mogelijk te maken, maar dat is niet mijn uitgangspunt. Mijn uitgangspunt is gewoon dat het praktisch is. En als het dan ook nog mooi uitziet, dan is dat meegenomen. All of the world's in motion. I can feel it all through the ocean. Up to the mountain top. I couldn't make it stop. Het heeft even geduurd, maar we zijn er ongeveer. Mijn moeder kan natuurlijk altijd nog dingen aanpassen als ze dat wil. Maar het staat nu in ieder geval wel netjes. Alles over de datum eruit. En het is gewoon wel overzichtelijk. Hierboven staan al backup dingen en dingen die ze niet zo vaak gebruiken. En dit zijn ook allemaal deksels die horen bij dit soort bakken die ik heb gebruikt. Misschien willen ze er ooit ergens anders voor gebruiken en dan hebben we de deksels tenminste nog. Dit zijn backup sausen, dus sausen die nog dicht zijn. Ik heb deze expres in een mandje gelegd, omdat die vaak verdwijnen achterin. Het zijn best diepe planken, dus ik dacht, dit is eigenlijk veel handiger. Hier staan allemaal soepen en soepballetjes. Dit zijn de wereldgerechten. Er zijn er een aantal, maar hè, je kunt ze maar in huis hebben. Dit zijn suikerklontjes. Hier zit de koffie in. Ik wil uiteindelijk denk ik nog labels gaan maken. Maar daar heb ik nu echt even geen zin meer in. Ik ben de hele dag al bezig. Er zijn heel veel koffiefilters, dus die hoeven ze echt de komende jaren niet meer te kopen. Dit zijn allemaal bakproducten. Hetzelfde geldt hiervoor. Hier doet ze wel eens broodjes in. Hier zitten rozijnen in. Dus eigenlijk allemaal een bakhoekje. Al pastasauzen. Groenten die ze vaker gebruikt. Vooral deze 3. Appelmoes, augurken. En dit is meer fruit. En die knakworstjes heb ik maar hier gezet. Want die heeft ze niet altijd in huis. Hier heb ik nu de saus in staan die open zijn. En ik heb extra 2 dingen gepakt. Want je kunt ze zo pakken op tafel zetten en dan weer terugzetten.
Het klopt, die moet je eigenlijk koel bewaren. Maar dat doet mijn moeder niet. Het gaat ook best wel snel op, moet ik zeggen, met veel mensen. Maar weten jullie dat? Hier staat broodbeleg in als backup. Dus de dingen die dicht zijn. Hetzelfde geldt hiervoor, havermout en beschuit. Dit zijn allemaal zakjes voor saus, dat soort dingen. Dit is een beetje een random bak, want geen idee. Het heeft ze eigenlijk nooit in huis, het vaak in die van die pakketten. Dus ik weet niet wat ze daarmee wil. Dit is alles oosters gerelateerd. Dit zijn alle pasta. Dit is alle pasta die ze heeft. Ze heeft heel veel tomaten gesneden blokjes. Dus heb ik maar even hierin gedaan. Deze had ik eigenlijk overigens bedacht. Ik maak er gewoon een pannenkoeken ding van. Geen idee waarom ze vier poedersuiker heeft, maar goed. Hier heb je nog wat rekjes. Hier liggen flessen azijn in, want die kon ik ook nergens echt kwijt. Hetzelfde geldt voor de slagroom. En eieren heb ik hierin gedaan. Dan staat hier het strijkijzer, want hier staat de strijkplank. Dus heb ik daar gezet. Dit zijn aardappelen, uien en soms appelpootjes dat ik mee daarop kan zetten. Alle drinken van voorraad. We hebben bijna nooit frisdrank hier, dus dit is eigenlijk alles. En daar staat kattengrit. Hier zit wc-papier en nog een liter keukenrollen in, maar dat moet ze halen. Dit zijn twee bakken met schoonmaakproducten. Geen idee wat ze nou mee wil, maar ik heb ze maar laten staan. Dit is de dweilbak. En dit is water voor het strijkijzer. Dus dat is het hele voorraadrek nu. Het was even wat werk. Ik ben ongeveer 5 uur bezig geweest. Ik heb ook niet alles even gefilmd, omdat ik gewoon heel veel heen en weer moest lopen. Maar jullie hebben wel gewoon hopelijk motivatie gekregen om misschien in je eigen voorraadkast te kijken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden dat ik eens een keer een andere ruimte dan in mijn huis organiseer en schoonmaak. Ik judge mijn moeder ook niet, zeker niet, want ze heeft gewoon heel druk. En zoals jullie zagen, er stond gewoon heel veel op en op een gegeven moment heb je gewoon geen overzicht meer. Dus nu kan ze weer lekker met een schone lijn aan de slag. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. En verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!